Is dit de glazen shakebeker? 800 ml Clean Pro? Holy moly! Het is hem! Hier. Dit is wat je wil. Je wilt het liefst dus uit glas drinken. Als je zo zuiver mogelijk wil drinken. Zonder microplastic. Zonder metaaldeeltjes. Er zit zelfs een siliconen hoesje omheen. Om dat ding te beschermen dus. Maar ik haal hem eraf. Nou, trouwens, ik laat deze erop. Want ik heb hem er al af. Met koud water. Hey. Ja, dit is goud. Dit is echt goud. Het is natuurlijk best stevig glas, maar je moet hem niet op steen laten vallen. Ik heb hem dus wel eens laten vallen. Maar bij de vierde keer dat Dion hem liet vallen uit de tas op iets hards, was hij wel gekletterd. Maar voor elke situatie heb je een bekertje. Dus als jij een ruwe dag hebt, pak je die stalen beker. Als je een extreem ruwe dag hebt, dan pak je die plastic beker. Bijvoorbeeld een festivaletje of zo, als je hem daarna ook gewoon weer weg wil pleuren of zo. Maar deze, dit is voor dagelijks gebruik. En dat is voor in de gym, dat is voor in de auto, dat is voor naar je werk, naar school, noem maar op. Dit is waar je dagelijks uit wil drinken, uit een glas. Het absorbeert veel minder troep ook, dus het glas absorbeert dus geen bacteriën en zo. Waarom drinken wij dus ook eigenlijk thuis ook altijd glazen? Omdat dat clean is. Clean nutrition, dit is wat je wil. We gaan er nu ook een scoopje in doen. En dan krijg je ook dat Sheewasser gevoel. Ik heb natuurlijk de hele winter mogen testen. Ik pak weer deze, de Cherry Bomb. En ik denk dat ik gewoon weer op de piste sta op Koningsleiden daar zo. Oh, komt ie. Maar het weer ziet er ook wel een beetje zo uit. Koningsleiden, dat is ook gewoon 15 graden met regen. Komt ie hoor. Cherry Bomb. Zou ik er toch een stoute blueberry bij doen, hè? De blueberry erbij. Hey, cafeïne. Min 20% en dat is tot en met vrijdag, hè? Dus dat betekent dat je nu moet inslaan, Damien. Oh, het gaat er gewoon in, hoor. Twee volle, deed hij dat nou echt? Twee volle scoops, ja, deed hij, hoor. Oh ja, de dop. Dat is ook zo'n anti-lek dop. Maar, kun je wel eventjes waarschuwen. Dat ben ik natuurlijk ook wel eens vergeten. Je moet hem wel dicht draaien, ja? Maar als je dat dus doet en je draait hem goed erop, dan lekt hij niet. Dus dan heb je dus ook geen whey protein geuren op de achterbank in je auto van 2 weken. En we weten allemaal wel hoe dat ruikt. Nee, lekt niet. Kijk dan, hé. Zie je toch even lekker die poedertjes gewoon lekker rondwarrelen in dat glas. Ja, dit is gewoon zuiver. Toch? Dit is zuiver. Draai weer die dop los. Holy man. Dit smaakt gewoon ook echt serieus naar limonade Car van Zeventan, die mix ook. Dit is ook een mix. Mm. Oh, wat drinkt dat veel lekkerder, zeg, uit een glas. Dat is gewoon... Ook, dit is ook een lekker groot... Dit is gewoon een pint! Luid! Dit is een pint! Hè? Dit is een pint! Kijk dan uit! Dit is een pint! Helemaal met schuim erop ook. Fucking hell, mate! Hey! Sike! For fuck's sake! Dit is wel een hele lekkere pint, hoor. Hier kun je dus ook gewoon je bier in kletten. Het voordeel vind ik van deze dingen, want dat pak ik dan thuis ook. Dan pak ik hem zo. Doe ik er ijs in, doe ik de limonade in, of doe ik er dus vodka in. Doe ik er een skyblik bij. 2 blikken. En dan hoef ik dus niet de hele tijd heen en weer te lopen. Want als ik zo'n klein glas heb, dan is het even, up, 1 slok. En dan moet ik weer lopen, weet je wel. Dit is gewoon echt lekker. Kun je lekker blijven zitten. In die massagestoel. Hoef je er niet meer uit. Wapie erbij. Hoppakee. Ik zit al helemaal met mijn hoofd bij het weekend. Lekker. Ik ben echt blij dat deze er is, jongen. En top gewoon. Het duurt ook heel lang. Oh, wat is die goed. Nou, hier, hoor maar. Moet je niet te veel doen trouwens met het schaap.